Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video ga ik jullie de basis van knopen laten zien. Want hoe werkt dit nou? We maken soms vriendschapsarmbandjes door te knopen. En nu ga ik jullie laten zien wat de individuele technieken zijn. Het is heel eenvoudig. Ik heb 4 draden hier op tafel geplakt. Ik heb die ook aan elkaar geknoopt. Dat zie je niet, want daar zit de plakband over. Meestal gaat het vlotter als je de knoop aan je broek vastmaakt, bijvoorbeeld met een veiligheidsspeld. Met plakband kan het voorkomen dat de plakband loskomt. Maar natuurlijk voor deze video is het beter om plakband te gebruiken, want anders zien jullie niks. En het kan ook met plakband. Het is een beetje minder praktisch soms. En nu ter overzicht, ik ga jullie eerst de knoop naar rechts laten zien. De draad komt dan van links boven. En die gaat naar rechts onder. En de draad die ertussen ligt, daar rond wordt de draad aan geknoopt. En als je dan je knoop hebt gemaakt, heb je draden van plaats verwisseld. Dat is de eerste knoop. En dan de knoop van rechts naar links. Dat is dus het tegenovergestelde van de vorige. Je draad komt dus daar vandaan, gaat naar links onder. Dan is er nog deze knoop. De draad komt daarbij van links en die gaat ook weer naar links. De draden blijven dus liggen in de volgorde waar ze al in lagen, maar er wordt wel een knoop gemaakt. Dus daar komt de draad vandaan en daar gaat die naartoe. En dan het tegenovergestelde van die knoop. De draad komt van rechts en gaat ook weer naar rechts. De rechtse draad wordt dus om de linkse draad geknoopt, maar ze veranderen niet van plaats. Dus laten we beginnen met deze knoop. Zoals jullie kunnen zien, neem ik een draad die van links komt, in dit geval de blauwe draad. Ik knoop die rond de rechtse draad, de draad die rechts van ligt. Dus de linkse draad knoop ik rond de rechtse draad. Ik haal de linker draad over de rechterdraad, dan ziet het er zo uit. En dat trek ik aan. Dus ik doe nog eens hetzelfde. Onder de draad door en dan vasttrekken. En dan zie je deze twee kleine bolletjes. Dat is dan je eerste knoop. Ik ga wat inzoomen, dan kunnen jullie het beter zien, ook langs de achterkant. Dus dat is de achterkant en dat is de voorkant. We zoomen weer een beetje uit, dan kan je de knopen beter zien. En ik ga nu een hele serie doen. Dus ik ga mijn blauwe ook rond de groene knopen. Dus eronder door. Dan ertussen de draad doorhalen en vasttrekken. Elke knoop bestaat uit 2 bewegingen. En je ziet dat de draad telkens van plaats verwisselt. Dus je linkerdraad wordt dan telkens je rechterdraad. En dan nog een keer. Dus blauw onder paars door. Dan erdoor trekken en aantrekken. En dat nog een keer. Dus elke knoop bestaat uit 2 delen. Ik heb nu 3 knopen gemaakt met blauw.
Telkens is mijn blauw naar de rechterkant verhuisd. En nu zit mijn blauw helemaal aan de rechterkant. Zo ziet de achterkant er dan uit. En dan gaan we verder met knoop nummer 2. Dat is de knoop die van rechts naar links gaat. Ik ga met mijn rechterdraad beginnen en ik ga die dan telkens om de dichtstbijzijnde linkse draad knopen. Ik begin dus met paars en ik knoop dan rond groen. Dus rond groen gaan, erdoor gaan en vasttrekken. Ik ga het nog een keer doen. Dus draaien rond groen, doorhalen en dan goed aantrekken. En je ziet het, de draden zijn van plaats verwisseld. Groen ligt nu aan de buitenzijde. Ik ga nog een keertje inzoomen. Dus dat is de knoop. En aan de achterkant ziet deze knoop er exact zo uit als de knopen die ik daarnet heb gedaan. Alleen kom ik nu van de andere kant. Ik ga nu mijn paars rond de roze knopen. Dus ik ga er overheen, over de roze draad, doorhalen en aantrekken. En dat 2 keer natuurlijk. Dat was nummer 2. Zo ziet het eruit. Beetje scherp stellen, ja. Dus roze en paars zijn van plaats verwisseld. Nog 1 draad te gaan. Nu ga ik met paars rond blauw. Ik ga met paars over blauw. Doorhalen en aantrekken. En dat doen we elke keer 2 keer. Ik heb weer 3 knopen, net zoals daarnet. Zo ziet het er dus uit als je van rechts naar links gaat. Nu gaan we de volgende knoop doen. De knoop die van links komt en ook links blijft. Ik ga het jullie laten zien met roze en met groen. Want omdat de draden niet van plaats veranderen, ga ik dus ook telkens de linkerdraad rond de rechterdraad doen. Dus je begint zoals bij de andere knopen. Je gaat met roze rond groen en je trekt dan vast. De tweede helft van de knoop is net anders. Deze knoop is eigenlijk een mix van de vorige 2. De tweede helft ziet er dan zo uit en ik trek het vast. Zo ziet mijn knoop er dan uit. De knoop ziet er ook uit zoals de vorige, alleen blijft de draad aan dezelfde kant liggen. Maar ik ga het jullie nog 2 keer laten zien. Dus eerst met roze onder groen door en dan vasttrekken. En dan over groen en dan vasttrekken.
Nu heb ik een tweede knoop. Ik ga het nog een keertje doen. Dus roze onder groen. En dan goed aantrekken natuurlijk. En dan er overheen en aantrekken. En zo maak je dus een knoop waarbij de draad links blijft. Ik heb de knoop 3 keer gedaan. Nu de laatste knoop. Daarvoor ga ik blauw gebruiken. En bij deze knoop blijft mijn rechtse draad rechts. Ik ga dus de blauwe draad rond de paarse draad knopen. Mijn draad komt van rechts en blijft rechts. Het is weer een combinatie van de eerste 2 knopen. Dus eerst over de draad heen en aantrekken. En dan onder de draad door en weer aantrekken. Oeps. Je ziet, de draad is niet van plaats veranderd. Mijn draden liggen allemaal nog in dezelfde volgorde. En dat ga ik opnieuw nog eens 2 keer doen, dus erover, aantrekken en dan er onderdoor en ook weer aantrekken. De knoop ziet eruit als alle vorige, maar de draad blijft rechts. Derde keer. Er overheen en aantrekken. En er onderdoor en aantrekken. En mijn draden liggen nog allemaal zo als toen ik begonnen ben. Ik hoop dat dit verhelderend was. Nu kan je aan de andere video's beginnen waar vriendschapsbandjes gemaakt worden door te knopen. Hier nog een overzicht van de 4 verschillende knopen. Als jullie de video leuk vonden, geef me dan een thumbs up. Dat vind ik altijd leuk. Je kan ook de andere video's bekijken met handleidingen voor vriendschapsbandjes bijvoorbeeld. Als je meerdere video's leuk vindt van het kanaal, kan je je altijd abonneren. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe video online verschijnt. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf-ideeën.